Yes, we zijn er weer. Welkom bij een nieuwe aflevering van Klasse, de podcast. De podcast over onderwijs en alles wat hierbij komt kijken. Tegenover mij zit de one and only Marvin Leter. Je weet het zelf. En mijn naam is Ben Kremers. Marv, welkom. Yes. Fijn dat je er weer bent. Ja, toch. En je hebt dope gast uitgenodigd, Marv. Ja, ik heb ze niet uitgenodigd, toch? Zij is, ja. Nee. Zij is nog flexer gegaan. Ik wilde zelf flexer. Zij vonden deze show gewoon dope en zeiden van, hé, joh, laat me een keer komen, man. Hé, toch? Dat is nog flexer, Ze hebben zichzelf gewoon aangemeld. Ja, dat is gewoon Ik dacht dat het zijn jouw matties, dus ik denk van, jij hebt gewoon getackled van, Tuurlijk heb ik het erover gehad, maar zij vroegen echt van, joh, kom een keer checken. Tommy heb ik via Mike Tibbert van, ja, check hem, joh, toch? Dus dit is nog flexer dan al die andere gasten die soort van uit hun bed getild moesten worden, weet toch? Dit is een real shit. Iedereen komt heel graag naar deze show, hè? Dit is een real shit. Dumb, man. Hey, we gaan het natuurlijk over onderwijs hebben en dergelijke, maar we gaan het ook veel over muziek hebben. Ja, toch? Ja. Onze gasten zitten of zaten in de muziek en hebben ook een link met onderwijs. Ja. Zou ik een introotje gaan gooien? Ja? Ja, toch? Ja, doe maar. Ja? Ja, toch. We beginnen bij de oudste, Tommy. Tommy van der Malen. Ja, zeker. Ja. Ik zal je leeftijd zou ik niet zeggen. 41. Ja. En 1,40 meter. Dat moet ik niet zeggen. Nee, true. Heeft twee kinderen, heeft een leuke vrouw, is geboren in Vlissingen, is op zijn 12e naar Rotterdam verhuisd omdat hij werd gescout door Feyenoord. Dus deze man kon aardig voetballen, heeft daar tot zijn 16e gevoetbald, daarna is het iets anders gelopen, heeft netjes zijn MAVO afgemaakt, is daarna mbo handel en verkoop gaan doen, heeft hbo cultureel maatschappelijke vorming gedaan, tussen de jaren door is hij begonnen met muziek maken. Nou, dat ging vrij aardig, waaronder hij ook Tim Bemers en andere gasten tegen het lijf is gelopen. Daar heeft hij veel muziek mee gemaakt. Hij heeft ook veel muziek gemaakt met onze andere gast Dion. Marv kent hij ook goed. Hij is later voor Funix gaan werken en de presentatiekant opgegaan. Ook werkte hij als vast host van Touzani en de KNVB. tot slot is hij het onderwijs ingegaan. En hij is nu docent taalontwikkeling en coördinator... Talentontwikkeling. Oh, talentontwikkeling. Ik dacht talen inderdaad. Talentontwikkeling en coördinator leeftijduitbreiding op een basisschool in Rotterdam-Zuid. Leertijduitbreiding. Ik moet je twee keer... Corrigeren. Dat is de leraar in mij misschien. Sorry. Ja. Ja. Je zit bijna hier. Ik heb ook gewoon helemaal van je andere positie. Ja. Zal ik het overnieuw doen? Nee, joh. Mag. Daarna is hij het onderwijs ingegaan. En nu is hij docent talentontwikkeling en coördinator. Leertijduitbreiding op een basisschool in Rotterdam-Zuid. Top. Krulletje voor jou. Krulletje, yes. Ja. Krijg dan ook een sticker? Elke sticker. Ja. Elke sticker. Nice, maar welkom. Tof. Dankjewel, man. Tof dat je er bent. Dion Maasé, zeg ik het goed nu? Yes. Ja, lekker, man. Opgegroeid... in Spangen, Rotterdam-West, is eigenlijk een geboren Amsterdammer, dat weten niet heel veel mensen. Ja. Toen hij 2 was, kwam hij naar Rotterdam. Heb best wel wat dingetjes meegemaakt in zijn jeugd. Rond een jaartje of 8 was hij toen, verliet zijn vader het huis. Opgegroeid in Spangen, zoals ik al zei. Heeft een moeder, broer 4 jaar ouder, zus 11 jaar ouder. Heeft heel veel muziek gemaakt, is... eind 2015 een beetje wat minder gaan muziek gaan maken, omdat zijn eerste zoontje heeft hij gekregen. Eind 2021 heeft hij ook nog een dochtertje gekregen. Hij is bij Rafting Goods gegaan. Yeah. En sindsdien is hij weer actief in de muziek. Dat is super dope. Hij kwam in de hip-hop scene eind 2005 met de What's That Flavor mixtape. Ja. Rotterdam mixtape 2006 van Unique. Ja, die ken ik ook nog wel, Unique. Dat is een baas, zeg. En is daarna gewoon consistent muziek blijven uitbrengen tot ruim 2013. Vervolgens in verband met gezinsleven muziek op een lager pitje gezet. Ja. Hij vroeger, slimme guy, op de HAVO gezeten. Alleen dat hij de eerste 2 jaar gedaan. Daarna werd hij ook gescout door Sparta. Is hij lekker in Ik speelde al bij Sparta. Alleen ik moest naar het Torbeck Lyceum in verband met de trainingen. Ja. Dus ik moest toen naar die... topsportklas. En zat je bij Saïd Boutahar van Persie? Die zaten daar op school, maar die zijn wat ouder dan mij.
Dus tegen de tijd dat ik daar op school kwam, die waren er toen al vanaf. Oh, dat is nou wel jammer. Verona van der Leur, die zat er wel, hè? Ja, Verona van der Leur. Verona van der Leur, die kan de benen in de nek leggen. Ja, die is ledig. Die is ledig, inderdaad. Uiteindelijk, wat heb je toen gedaan? In 5 HAVO examenjaar is je moeder helaas overleden. In een hersenbloeding, dat was treurig. Diploma niet gehaald. Vervolgens de VAVO, helaas weer gezakt. Toen ging je kamertraining doen. Ja. Maar je ging nooit naar school. Ik ging nooit naar school. Nee. SPW gaan doen op het Albeda. Even kijken. Daarna nog een HBO-opleiding gedaan. Maatschappelijk werk en dienstverlening. Ja. Uiteindelijk hebben die ook gewoon gestaakt. En vervolgens heb ik de kans gekregen bij Julius, GGZ. Ja. En dan ben je aan de slag gegaan als wekdienst. En tegenwoordig ben je woonbegeleider. Ja, klopt helemaal. En je maakt dope pokoes. Ja man, we zijn weer begonnen. Ja, ja. Nice. Fijn dat je er bent, man. Ja, graag gedaan, man. Ja, tof. Ja, en jullie kennen Marv ook heel goed, toch? Ja, ja, goed, ja. Ja. We kennen elkaar alle drie heel goed. Ja, ja. Hebben jullie even een leuke anekdote over Marv? Even een leuke. Nou ja. Even iets ervan, wat heel veel mensen nog niet weten ofzo. Nou ja, hij is voor Ajax. Sorry. Oh, ja, ja. Sorry Marv, sorry. Ja. Dat is de eerste waar ik opkwam. Ik ben voor Ajax, ja. Ja, man. En dat mag, dat mag. Raar, hoor. Veel mensen waren vroeger voor Ajax, weet je. Ja. De tijd van Kluivert, David. En ik ben blijven hangen inderdaad, ja. Ja. Nou, we hadden toevallig gisteren erover. En ik ben natuurlijk een Feyenoorder hart en nieren, maar toen hij zei dat hij voor Ajax was. En jij zegt nu van, het was heel normaal, want vroeger... Kijk, ik ben opgegroeid met Van Basten, dus eerlijk is eerlijk, ik had gewoon een Ajax-dekbed toen ik een jaar of 5 zat. Ja? Ja, 100%. Nee, pas toen ik werd gescout door Feyenoord, kwam dat Feyenoord hard. Maar ik moet het ook toegeven, Mark. Ja man. Ja, dus het komt helemaal goed, jongen. Ik ben blijven hangen. Ja, en terecht. Maar is dat het enige wat jullie over Mark kunnen vertellen, dat hij van Ajax is? Ja, kijk, weet je wat het is? Die heb op zin is groot, toch? Dus we kennen elkaar allemaal wel. Maar het is niet dat je bij elkaar over de vloer komt, noem het maar op. Nee, dus dat hoeft ook niet. Het zou mooi zijn, het zou gruwelijk zijn als ze een anekdote over mij hadden, maar... Dan moet je echt in too deep zijn. Ik denk dat ik meer kan vertellen over hem dan... Ja, ik hoop toch stiekem dat je een keertje van het podium bent gevallen of zo. Nee, never. Je telefoon kwijt was, weet je, zoiets. Never. Ik misschien never, nee. Never. Nee. Zijn rap is grootste nachtmerrie. Zo, nee, nooit, man. Misschien grote prijs van Nederland. Misschien wel een fokkel met finale, denk ik. Want? Wat ik tegen Tommy zei, die hiphop scene is snoeihard, toch? Mm-hmm. Dat was toen de tijd snoeihard. En toen de tijd, toen wij finale grote prijs in Nederland 2011 stonden, het was een ding heel lang, toch? Van, shit moet een keer mee naar Rotterdam komen, man. Nee, toch? Want daar geloofden we echt in. En wij geloofden toen dat jaar van, wij gaan grote prijs van Nederland gaan we gewoon winnen. Ja. Op een gegeven moment hield ik mijn zenuwen niet meer. Je weet toch, ik voelde de druk op mijn schouders van ik wil het pakken, goed voor Rotterdam. Dus ik liep de ijsberen over dat fucking podium. En op een gegeven moment afloop hoorde ik van mensen dat ze daarom een beetje stonden te lachen van Marvin was in zijn broek aan het schijten. En kijk hem naar heen en weer lopen. Dat is het enige misschien waar mensen hem op konden kunnen pakken. Maar verder, nee man. Het was super kalm man, je weet toch. Ik hield me altijd een soort in, altijd langs de zijlijn naar mensen checken. Genieten van deze boys onder andere, weet je toch? Ja. Geniet een beetje. Ja, no. Genieten, gewoon echt gewoon genieten van de hip-hop scene, man, deed ik. En wat is de grootste kwaliteit van Marv in de scene, zeg maar? Wat was waar? Was hij echt hard in? Hey, weet je wat, het is ook denk ik 20 jaar geleden ondertussen. Ja. En inderdaad, we kennen elkaar, maar het is niet zo dat we bij elkaar over de vloer kwamen. We hebben elkaar, te kort gezien op elkaars huis. Ik heb bijvoorbeeld nooit met hem in de studio gezeten. Nee. Met Dion bijvoorbeeld wel, maar ook een relatief korte periode, weet je wel. Dus nee, we kennen elkaar zeker en het gevoel was altijd goed, maar het is niet zo dat we zoveel dingen hebben meegemaakt dat we nu ook in één keer allemaal anekdotes kunnen opraken. Ja, dat. En ik denk wel dat je, als je zegt van wat kenmerkt elkaar, denk dat we dat wel van elkaar kunnen opnemen, weet je toch? Van Veno vond ik super rauw. Dat is een rauwe manier van rappen. Bepaalde pokken zijn echt blijven hangen. En de eerste keer dat ik hoorde de What's the Flavor tape, dacht ik echt zo, man, crazy, weet je toch? Van wie is deze dude, weet je toch? En dat was ook in de tijden van toen winnen, toen het doorbrak met pomp die shit, weet je toch? Toen kwam een hele generatie kwam ineens. Het begin van alles, ja man, kwam een hele pompt een hele generatie door. En ik was nog soort van.
nadenken op wat ik wilde gaan doen in dat hip-hop ding, toch? Dus dat heeft ervoor gezorgd dat er een hele explosie kwam vanuit Rotterdam. En hij was een van de voorstanders. En wat ik net zei toen de kamer, of toen de microfoon niet aanstond, Tommy herken ik van die soulvolle dingen, toch? Ook Kind in Mezelf was een van de eerste tunes die ik zag. Ja. Daarna die ene, ik ben vergeten hoe die track heet, met die donkere meid. Utah, gruwelijk man, weet je toch? En daar zo checkte ik, weet je toch, YouTube checken, bam, 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 thuis met die boys chillen. Toevallig had ik het nog over Dion uitgebreid, want onze collega Levi, vond ik heel grappig. En zometeen kunnen die boys het zelf zeggen. Ik besef niet altijd, weet je toch, want ik kijk ook naar mijn eigen stats. En ik vind, wie ben ik, man, weet je toch? Ik was gewoon een onderdeel van heel die machine. Ja. Maar ik besef niet wat voor impact wij hadden op bepaalde mensen. En toen sprak ik met onze collega Levi en hij kon gewoon pokoes opnoemen, artiesten opnoemen. En gewoon zijn gevoel vertellen hoe hij dat had als luisteraar, weet je toch? En ik denk dat wij dat niet beseffen, weet je toch? Dat we gewoon echt in een bepaalde lane zaten met z'n allen, weet je toch? Ja, tof. Ja, zeker. Weet je toch? Dat is en nou, Mark, iets over jullie gezegd, wat kunnen jullie over Mars zeggen? Behalve dat hij van Ajax is. Nee, ik denk dat Marv wat ons bindt, en dat merk je net, dat we net verstaan met elkaar in de auto. Dan zeiden we al gelijk, wat een gesprek van een kwartiertje. En je merkt dat je als persoon een beetje hetzelfde soort leven hebt gehad. En hetzelfde soort gedachtegoed erover nahoudt, zeg maar. Ja. Hoe je als mens denkt, hoe je over muziek denkt, hoe je met elkaar om wil gaan, hoe je kinderen op wil voeden. En ik denk dat het een krachtig persoon is. Weet je wel? Die laat zien van oké, ik wil in mijn leven bepaalde dingen hebben die ervoor zorgen dat ik groei als mens. En ik denk dat ik dat het tofste vind aan Mark. Ja, en dus oprechtheid. En dat is niet veranderd. Ook was het nu weer de eerste keer in 15, 20 jaar dat ik hem zie. Ja, precies. Ik sluit me daar ook bij aan. Weet je. Het is in deze scene, het is vrij zeldzaam als je gewoon ook echt goede dudes ontmoet. Ook gewoon qua karakter. Ja. Iemand met wie je ook een klik hebt. Waar je over bepaalde dingen kunt praten. Weet je, want de meeste rappers hebben altijd een soort attitude. En zijn wel goede rappers, maar karakter hebben ze dat niet echt. En dat vind ik het tof aan hem, want het is gewoon een dude met wie ik over alles kan praten. En, daar ga je dan een band mee creëren, weet je. Ja, nice man. Ja. Hoor je dat, Mark? Ja, toch. Ja, lief, hè? Ja, toch. Ja. Lief, hè? Wat kan ik niet zeggen dat het lief is? Dat is zeker! Sorry, een beetje stoer doen, toch? Nee, we hebben het juist al. Sorry, man. Nee, maar het is lief. We hadden het daar net over. We zijn op een leeftijd dat je jezelf kwetsbaarder kan opstellen en durft op te stellen. Nou ja. En dat hoort er juist bij. Dus het woordje lief gebruik ik heel vaak. Zeker. Ja. Ook een kracht, inderdaad. Ja. Kwetsbaar opstellen. We hebben het ook wel vaker over gehad. Ja. De kracht daarvan. Hey, en als jullie even terugdenken aan jullie eigen schooltijd, hoe zou je dat in één zin of twee zinnen proberen te omschrijven? Chaos. Chaos. Voor mij chaos. Ik zat altijd in de klas met de stoutste leerlingen, waar het meeste gebeurde, maar waar wel het meeste lol in te beleven was. Dat wel. Ja, maar ik ben heel vaak van school geweest. Ja. Basisschool, middelbare school. Op de HBO, weet je, ik heb zowel in Holland als op Hogeschool Rotterdam gezeten, maar het was een en al, spelen, joh. Dus totaal niet serieus bezig. Nee? Nee. Zonde eigenlijk? Zeker zonde, ja. Maar weet je, in die tijd, in mijn HBO-periode, was ik ook rapper, weet je. Dus je zit in de klas met bepaalde chicks, bijvoorbeeld, ja, mijn broertje luistert altijd je muziek, dus heel veel afleiding. Ja. Dus ik denk dat ik de helft van de tijd meer bezig was met achter de chicks aangaan dan echt serieus op mijn focus op mijn opleiding. Ja. Ja. Een beetje bijzaak, hè, was het. En je had het net over Thorbecke. Toevallig zat ik ook op Thorbecke. Ja. Omdat ik bij Feyenoord speelde. En daar was school bijzaak. Je ging tot 12 uur ging naar school en dan ging ik trainen. Dan kwam je terug en dan ging je eten. Ja. Dus je zat op Thorbecke? Ja. Dan weet je genoeg. Thorbecke was net... Top sportschool was het. MTV Awards, TMF Awards. Ja. Als je op school kwam, je was niet fresh? Ja. Je had een probleem in de pauze. Had je het ingelot, zeg maar. Ja, zeker. Dus wat je zegt, het was bijzaak. School was een beetje bijzaak. Later ook, want later toen ik HBO ben gaan doen, toen zat ik inderdaad al in de muziek. Ja. Waardoor je het ook een beetje zag als bijzaak. En, eigenlijk zonde. Basisschooltijd wel leuk.
Ja, ja? Zeker, zeker. En die hebben in Zeeland ook deels? Helemaal, in Vlissingen inderdaad. Ja. Ja, ja, ja. En is dat een groot verschil hier met Rotterdam? Nee, dat denken heel veel mensen altijd. Hè. Vlissingen, een beetje boersachtig. Ja. Maar dat is helemaal niet zo. Helemaal niet zo. De over het algemeen had je daar meer Marokkanen, Surinamers, Antillianen dan waar dan ook. Dus het was heel erg gemixt. Al. Eigenlijk is het een soort klein Rotterdam. Ja. Oh, nee. Echt, echt. Tot de dag van vandaag. Ja, zeker. Zeker. Dat Vlissingen nog erger is dan Rotterdam als het aankomt op drugs bijvoorbeeld. Ja? Bijna zeker. Ja, dat denk ik ook wel. Er komt een hoop binnen daar. Ik heb een vriend die werkt bij de douane daar. Ja, wat je daar allemaal voor verhalen, maar dat is gek. Ja, dat geloof ik ook wel inderdaad, ja. Dus het is minder boos als wat mensen denken, hoor. Ja. Zeker. Ja. Ja, nice. Ja, maar van jou hebben we het al vaak over gehad, hè? Wat hoe dan? Nou, hoe jouw jeugd en de muziek en dergelijke was. Ja, Hoogvliet, hè. Ja. Ja. Heftige periode. En jij hebt ook al een paar keer bedoeld van, als je nu kijkt naar mbo's en dergelijke en hbo's, wat er allemaal qua keuze is, had je dat vroeger maar gehad? Had ik niet de leraaropleiding gedaan. Nee, ja? Echt voor real niet, nee. Dan zou ik denk ik wel een muziekopleiding doen. En kijk, je weet het niet hoor, want ik vind stabiliteit in mijn leven vind ik ook belangrijk. Ik weet niet of ik daar daadwerkelijk voor zou kiezen, maar dan had ik wel een keuze gehad, weet je toch? Want zij zei, de school was een bijzaak, was voor mij precies hetzelfde. Dan was ik doodsbang voor mijn ouders toch. Dus ik deed er alles aan om alsnog gewoon te slagen en om het diploma te halen. Maar ik heb het vooral gemerkt toen ik ging werken. Ik ging om 24e, stond ik al voor de klas. Als ik toen gewoon meer gas had gegeven, toen de tijd denk ik dat ik, niet dat ik weinig eruit haal nu met werk, maar als ik toen nog meer focus had, dan had ik wel snelle stappen gemaakt, toch? Ja. Maar ik was wel gewoon echt, naast werk was gewoon alleen maar bezig met muziek. Dat was gewoon echt mijn ding, weet je hoe vaak ik dood op naar werk kwam, na een optreden, of omdat ik tot 's nachts in de studio stond of zat en de volgende dag moest ik lesgeven, was kapot, had maar 2-3 uur geslapen. Maar dat was ons ding man, weet je toch? Ja. Dat was echt ons ding. Ja. Was dat voor jullie ook? Ja, dat is wat er voor nodig is, man. Je moet, wanneer je ergens een passie in hebt, of het nou muziek is of voetbal, dan ben je ook constant aan het trainen, weet je. Of als je nou veel in de gym bent, dan ben je daar ook gewoon heel veel mee bezig. Dus ergens waar je gewoon heel veel passie voor hebt, dat neemt gewoon veel van je tijd in beslag. En ik vind dat het alleen maar goed is. Ja. Je moet altijd een bezigheid hebben. Eens. Ja. Vind ik ook, ja. En de tijd vliegt ook, hè. Op het moment dat je echt je passie hebt gevonden, en ja, dan gaat die klok. En voor je het weet is het 4 uur in de ochtend. Ja. Dan zit je nog steeds op record te drukken, omdat je denkt, hé, dat laatste spoortje. Ja. Maar je groeit ook als mens zijnde toch, want het is ook gewoon ondernemerschap toch. Dus doordat je een soort van vasthoudt in dat ding waar we ons in vasthielden, denk ik dat je op een gegeven moment skills gaat ontwikkelen wat je naast muziek ook gewoon heel goed kan gebruiken. Zeker. Weet toch, want voor als ik naar mezelf kijk, ik ben geen opgever, als ik iets wil, dan wil ik het ook eruit halen ook, snap je? Ja. Discipline. Snap je? Dat. Ik denk dat we dat echt wel met z'n allen hebben vanuit... Het besef dat je die vlieguren moet maken om ergens te komen. Ja, mooi. Ja. Ja, man. En dat is met heel veel dingen is het eigenlijk, dat je zeker vlieguren moet maken. Wil je ze zeggen, door je 10.000 uur. Juist, ja. Om ergens heel goed in te worden. Ja. Klopt. Het is me nog steeds niet gelukt. Ik heb je 10.000 uur niet gemaakt. Ja, het was 20, maar... Maar tegenwoordig, jij zit in het onderwijs, jij zit in de GGZ, zeg maar. Ja. Hoe ben je daar terecht gekomen dan? Tenminste, we hebben het in de intro een beetje gehoord, dat Julius jou... Ja, ik heb denk ik geluk gehad doordat ik via het traject daar kon solliciteren. En toen heb ik de kans gekregen om als werkdienst te beginnen. En dat was... maandag tot vrijdag van 6 uur in de ochtend tot 10 uur, zo begon ik. En dan moest ik jongeren met autisme van 16 tot en met 23 moest ik wakker krijgen en naar hun dagbesteding of school krijgen. Dat is een uitdaging. Klinkt makkelijker dan het is. Ja, zeker. Zo, maar echt, ja. Weet je, van daaruit altijd gewoon hard mijn best gedaan en contractuitbreiding gekregen. En ik werk er nog steeds, maar niet meer als werkdienst, nee. Nee. Wat doe je nu dan? Nu ben ik gewoon woonbegeleider. Oh, nice. Ja, dus, nu werk ik ook in Dordrecht. Ik begon in Julius Charlois, maar die bestaat niet meer. Dat hele pand staat leeg nu. En wat is de doelgroep van de personen die je moet begeleiden? Voor waar ik nu werk? Ja? Zijn volwassen mensen met schizofrenie, borderline of autisme of persoonlijkheidsstoornis. Dus eigenlijk dubbele diagnoses. Ja. Ja. En dan je dat te vertellen, je werkt als enige man daar. Ja, ik ben zo de enige man in het team. We hebben een
Mijn handelaar die is een man. Ik heb een paar jaar geleden een teamleider gehad, die was een man. Maar voor de rest allemaal vrouwen. Zoals mijn teamleidsters nu zijn vrouwen. Maar daar heb je die locatie op uitgekozen, toch? Nee. Ik werd erin gezet. Ja. Maar ja, ik vind het allemaal best. En moest je in de afgelopen 10 jaar dan extra opleidingen of cursussen volgen om jezelf nog rijker te maken qua kennis, zeg maar? Ja, dat wordt gewoon vanuit werk wordt het aangeboden. Ja. Weet je, elk jaar heb je je paptraining, je agressietraining, je trainingen over autisme. Gewoon om eigenlijk je kennis op peil te houden. Ja, dope. Ja, tof man. Mag ik vragen stellen? Stel je voor, je zou nu solliciteren voor de functie die je nu hebt. Ja. En je zou daar geen diploma voor hebben. Zou je dan worden aangenomen? Nee, ik denk het niet. Dus wederom ben je een voorbeeld van... Ja, ik heb bijvoorbeeld nooit mijn middelbare school afgemaakt. Dus ik heb geen middelbare schooldiploma, maar ik heb wel een mbo-diploma, gelukkig. Ja. Weet je, ik heb ook bijvoorbeeld nooit hbo afgemaakt. Dus ik ben blij dat ik tenminste één diploma heb, waarmee ik gewoon nu aan de slag kan gaan. Maar zonder diploma denk ik niet dat je er kan werken. Nee. En zo'n maatschappij leeft toch? We leven toch in zo'n papiertjesmaatschappij? Ja. Echt, je moet een diploma hebben en mensen kijken niet zozeer naar de kwaliteit. En hey, je hebt hbo of je hebt mbo, oké. Okay. Ja. Dan kunnen we verder. Juist. Ja. Ik vind dat soms wel jammer. Zeker, want daarom vind ik het verhaal juist tof. Dat je merkt dat mensen op een plek komen door de persoon die ze zijn en wat hun kwaliteiten zijn, los van of ze die school hebben genoten. Ja, precies. En oprechte kansen krijgen, toch? Dat is zeker belangrijk. Hoe was dat voor jou? Voor mij hetzelfde. Ja? Ik heb ook mijn mbo gehaald en daarna niet. Ik heb mijn hbo gedaan in die muziektijd, dus ook niet afgemaakt. Okay. En als ik nu zou solliciteren op de baan die ik nu heb, dan zouden ze om een papiertje vragen, denk ik. Ja. Het is dat ik per toeval eigenlijk geluk heb gehad dat ik het onderwijs ben ingegaan. En door hard te werken, door op te vallen als mens, kan ik mezelf nu coördinator noemen. Nou, dat had ik 15 jaar geleden niet kunnen doen. Hoe bedoel je dat, als opvallen als mens? Door oprecht te zijn, door je hart op de goede plek te hebben, door de doelgroep te geven wat ze nodig hebben. En goed kunnen gedijen in een team. En zorgen dat dingen draaiende kunnen blijven. Ja, je moet een aanwinst zijn. Je moet een aanwinst, je moet een plus zijn. Ja. Maar daar heb je geen papiertje voor nodig dus. Zeker niet. Nee. Dat blijkt. Ja. Maar dat zie je niet op voorhand. En dat wordt je niet meegegeven. Als jij een goed mens bent, dan kom je wel waar je wil zijn. Nee, je moet een diploma hebben, dan kom je waar je wil zijn. Ja. Maar welke hbo school zat je? In Holland. In Holland? Ja, dus we hebben heel veel... ik zat HNO, man, Wijnhaven. Ja. Dus in Holland was gewoon een glazen gebouw. Dat was gewoon een vis- en aquarium, was je. Zie je, daarom, je zit in de les. Ja. Dat is bij die metro toch, bij... Wilhelminaplein. Ja. Het is alleen maar chicks als je in de... Alleen maar. Ook daar was het, als je die roltrap alleen maar op. Ja. Dus ja. Over, achterover. Ja. Dus hokjes dan. Daarom heb ik het niet gehaald. Ja. Ik zat alleen maar naar links te kijken. Hey, maar de schuld. Maar je kon ook kijken van de zesde etage, kon je gewoon helemaal naar beneden kijken. Dus ook zat je op aan die balustrade gewoon te checken. Heel trouwens van glas. Ja. Ja. Dus het was niet echt... Ja, dat was wel crazy, ja. Hey, en iedereen die hier zit heeft ook kinderen. En je hebt natuurlijk heel veel dingen meegemaakt. In de muziek, nu als professional in je werkveld, zeg maar. Wat geven jullie kinderen daarvan mee? Van de muziek en het werk wat je nu doet. Heel veel. Hoe ziet dat eruit? Dat ziet er alleen al uit dat als er een liedje in mij opkomt, waarvan ik weet dat het gevoel heeft dat ik het gelijk aan mijn dochter wil laten horen. Zover dat ze af en toe zegt, papa, ik hoef het nu even niet te horen. het komt erin voor dat ik mijn keyboard aan haar geef. Ga lekker je gang. Het komt er ook dat we kijken naar de wolken om gezichtjes erin te zien. Nice. Dus alles wat je... Mooi. Ja, de pure dingen die je hebt als je met mensen werkt. Ik denk dat je dat ook aan je kinderen meegeeft, in de kleine dingen. Ja. Tof. Ja. Ja, mooi gezegd. Ja. Een beetje tof van. Leon, hoe is dat? Bij mij totaal niet. Mijn zoon heeft totaal geen interesse in muziek. Ik heb eind vorig jaar een vinylplaat uitgebracht met Rafting Goods. En daar heb ik hem een exemplaar van gegeven. En verteld van, ja, bewaar het maar voor later. Maar ik denk dat hij gewoon nog, ik laat hem gewoon lekker kind zijn. Ja. En het is meer een kleine professor die meer houdt van bouwen. Hoe oud is die? Dat soort dingen. 7. 7, ja. Ja. Maar ik heb niet zoiets van dat ik hem...
heel veel van mijn muziekdingen meegeef. En ik, eigenlijk wil ik dat ook niet, omdat ik weet hoe ik ben als een rapper. Weet je? Ja. En hij groeit heel anders op in een heel ander milieu dan ik ben opgegroeid. Ja, de muziekding is een beetje van mij. Van ik rap een beetje mijn dingen. Ja, ja. En ik denk niet dat dat voor kids is nog. Mm-hmm. Nee. Nee, misschien op een latere leeftijd dat hij er wel aan zou. Als je wat ouder is inderdaad. Ja, ja. Ja, maar voor nu niet, nee. Nice. Dat is alleen maar goed toch? Ja, ja toch? Ja. Dat vind ik alleen maar mooi. Ja, precies. Ik probeer hem te beschermen. Ja, juist. Ja, je denkt erover na. Want zijn jeugd willen stelen. Dus ja. Ja. Er zit in groep 3. Ja, groep 3. Ja. Leuk. Ja. Marv? Jij en Naima? Ik zie heel vaak op social media dat ze weer lekker staat mee te zingen of in de auto. En, ik geef wel veel muziek mee, ja. Maar vooral R&B muziek. Ja. Dat zet ik op. Ik zet niet zo mijn hiphop bij in de buurt op. Wat Dion ook een beetje heeft. Probeer ik een beetje te vermijden. Ik moet wel zeggen dat ik eigenlijk in 2016-17 was gestopt. Ik heb hier ook in de podcast verkondigd, nooit meer ga ik muziek maken. Ja. Maar door haar maak ik nu weer muziek, weet je toch? En waarom maak je door haar muziek? Omdat zij op een gegeven moment ze had dingen van mij gevonden. En van haar moeder, weet je toch? En research doen. Ja, echt heel gek. Ik had gewoon een paar keer liet ik het voorbij komen om te reminissen, toch? Mijn eigen ding opzetten, Boys vanuit Rotterdam opzetten. En dan vertelde ik het haar wel van papa maakte vroeger muziek en mama maakte ook vroeger muziek. En op een gegeven moment, vorig jaar, ook om deze tijd, begon ze steeds vaker erover te hebben. Van ik vind het leuk dat je rap, ga je nog rappen? En dacht ik van ja, hey, weet je. En toen kwam Raft & Guts ook nog uit. Ja. Je weet toch? En toen ging ik hem ook nog fotograferen vorig jaar. Ja. Weet toch? En toen hadden we het erover. Dacht van ja, hey, dit kriebelt wel echt nog steeds, man. Je weet toch? En ik heb eigenlijk nog iets dat. Nog dingen die ik wil vertellen, snap je? Ja, doen. Ja man, dus tuurlijk. Ik heb nu de komende plaat heb ik aan haar opgedragen. Het zijn haar initialen. Ja, tof. Weet je toch? En ik probeer heel erg nu gewoon de fok mee heb gemaakt, probeer ik te delen, weet je toch? Maar het is niet inderdaad bestemd voor haar oren. Nee. Dat gaat ze later nog een keer horen. Nog niet, nog niet. Tot, we gaan langzaam richting het einde van deze aflevering. Maar voor wie maken jullie muziek? Dat is een lastige vraag, man. Ik vond voor jezelf. Ja, echt, hè? Ja. Het is kunst, weet je. Kunst voor jezelf, maar ook zeker een soort psychiatrische dwang om... Uitlaatklep. Ja. Ja. Ja, therapie eigenlijk een beetje. Artistieke vrijheid. Ja. Ja. En dat creëert die onzekerheid, toch? Waar Tom en ik het over hadden, snap je? Want het is iets van jezelf, het is kunst van jezelf. Je wilt jezelf laten horen. En als iemand daar kritiek op heeft, dan raakt het je, bro. Je toch van, yo, what the fuck, ga je, what the fuck? Hoor je die fucking bar niet, bro? Hoor je die shit niet, bro? Ik zag diepe shit hier, gek, weet je toch? En dat maakt het zo lastig. En ik denk dat... grappig dat Tommy dat net zei. Ik wist niet dat jij dat ook had, kerel. Je toch? Ja, maar zeker. Als je mensen om me heen vraagt. Tim zei altijd, waarom doe je zo onzeker, man? Doe niet zo onzeker, joh. Ja. En ja, ik was daar heel gevoelig voor, man. Voor de ook te perfectionistisch, te gevoelig. Van oké, jezelf blootstellen. Is het goed genoeg? Ik maak niet de rauwe shit die er eigenlijk op dat moment de spiegel was, weet je, op de maatstaf was. Ja, dan werd je zet jezelf ook een beetje als buitenbeentje neer, denk ik. En ik denk dat als je wat zekerder was geweest... Ik vond jou niet het buitenbeentje, man. Dat is echt een hele gekke gek, hè? Maar dat is gek dat je dat van jou... Nee, man. Ja. Zo. Vond je zelf dus? Dat vond ik zelf zeker. Jezelf. Ja, omdat ik andere muziek wilde maken. Soms dan deed ik maar expres dan een beetje een hardere track ging ik mee. Dan, terwijl eigenlijk voelde ik dat helemaal niet. Nee. Ja. Ja, wel nice. Gek. Ja, dus je maakt muziek voor jezelf. Ja. Zeker. En wat anderen ervan vinden, dat interesseert jullie eigenlijk niet. Ja, dat interesseert je wel, denk ik hoor. Het interesseert mij niet, man. Ik heb vooral vroeger, met al die mixtapes, ik had altijd tunnelvisie. Het boeide me echt niet. Gewoon gaan. Ja. En ik denk dat ik heel veel dingen deed zonder echt ze te plannen, bijvoorbeeld. Ja. Nu kijk ik wel, nu maak ik wel wat kritische muziek. Probeer ik toch soms te dubbelchecken van... Dit kon beter, maar vroeger absoluut niet, man. Gek is en dat. Je kan het ook terug zien. De video's, al de tapes. Ja, gewoon gaan, man. Ik heb ook heel veel van mijn muziek, van mijn oude muziek. Ik heb ook niet alles op Spotify gezet van de 20 tapes. Omdat sommige waren ook gewoon echt in huiskamers. Ja, maar je pompt het door, man. Ja, maar hoor je wat hij zegt? 20 tapes. Ja. Dus dat laat zien.
deze gozer die had soms binnen een week, twee weken had hij gewoon 20, 30 tracks klaar. Ja. Dus ja, ik heb dat eigenlijk losgelaten, man. Het boeit me echt niet wat mensen ervan vinden. Het is al te laat. Ja. Ik ben al die guy, weet je. Ja. Ik heb pas het laatste jaar dat ik denk van, je kan me de fuck kritiek geven, man, of feedback. Ik ga niet naar je luisteren, bro. Dat is de fuck wat ik wil doen, man. Ja, terug in de tijden kon ik daar echt dan mijn eigen handrem op trekken en dan koude onzeker ervan worden, weet je toch? Ja, ja. Maar nu, ik wil het niet horen, man. Weet toch? Nee, maar dat is toch ook wel mooi, want ik ben dan niet zo muzikaal als jullie. En dat vind ik toch tof om te horen. Het is grappig om te horen dat je zegt van, hey, ik maak gewoon muziek voor mezelf. En wat iemand anders daarvan vindt, ja, dat op dit moment interesseert me dat niet, want ik doe het voor mezelf. Dat vind ik sterk. Ja. En daar zijn jullie ook in gegroeid, naarmate je ouder bent, denk ik dan toch ook. Ja, ik denk dat je ook beter wordt met de tijd. Ja. Dat is het mooie om te zien. Als mens maak je meer ervaringen mee. Ja. En als je dat in je muziek zet, dan ga je vanzelf wel die ontwikkeling terug horen. Zo niet, dan word je gewoon niet beter. Maar in principe wordt, denk ik, dat heel veel rappers met de leeftijd gewoon steeds beter worden. Ja, nice. Ja, maar dan moet je wel een rapper zijn, toch? Je moet wel die guy zijn, denk ik. Ja. Kijk, ik ben bijvoorbeeld nu veel betere rapper dan ik was met wat ik zie in mixtape. Alleen het verschil is, de hype was anders. Ja. Snap je? Dus dat was echt gewoon een bepaalde buzz wat gaande was. Maar als ik bijvoorbeeld terugluister, dan zou ik mezelf... Ik zou Dion van 2007 zou ik 3 keer onver hebben. Ja, ja, zeker. Ja. Maar dat komt gewoon door ontwikkelingen en ervaringen. Ja. Ik vind onderscheid nu wel dood, man. Nu zit in die muziek, in de hip-hop scene, industrie, hoe moet je het noemen? Industrie? Ja, scene, ja. Als je gewoon echt een major league hebt en nu heb je een soort van boys die het gewoon voor de sport doen en dat nu steeds meer begint te komen, toch? En dat je gewoon kan kiezen en terug naar tijden waren we gewoon. Ja, dat zat echt nog in zijn kinderschoenen, man. Ja, dat is echt. En jullie hebben mede bijgedragen dan toch? Waar we nu zijn. Ja, iedereen. Ja, precies. En het moet leuk blijven, weet je. We moeten niet vergeten waarom we in de eerste instantie hiermee zijn begonnen. Ja. Dat vind ik het belangrijkste. Gewoon, als het niet meer leuk blijft, ja, dan kan je er eens goed mee kappen. Ja, precies. Gesprekstof genoeg. Alleen, we zitten al over het half uur heen. Dus deze aflevering gaan wij afronden. En doen we altijd het laatste woord. Dan kunnen jullie of samen doen of alleen. Het laatste woord, dat betekent dat de microfoons van Morf en die van mij die gaan uit. Ik ga de tune langzaam instarten en jullie mogen de aflevering afronden. Je kan dan een shout-out doen naar je kinderen, naar collega's, familie. Je mag iets de jeugd meegeven, je mag iets tegen ons zeggen wat jullie zouden willen. Willen jullie het samen doen? Zeg van, ik doe het deze keer, ik doe de volgende. Wat willen jullie willen? Ja, doe het samen, man. Ik heb deze man 10 jaar niet gezien. Waarschijnlijk wel langer. Je zegt ook 2007. In 2007... Ik denk de laatste keer dat ik jou zag was op Zuidplein. Was op Zuidplein bij de roltrap. Ja, klopt. Weer op die roltrap. Klopt, weer op de roltrap. 2013 zoiets was dat. Klopt, inderdaad. Dat was de laatste keer. Ja, dat was de laatste keer, je hebt gelijk. Ja. Dat is inderdaad 10 jaar geleden. Ja, klopt. Ja, man. Maar de tune gaat nu lopen. Jullie mogen samen afronden, dankjewel voor deze aflevering. Neem deze. Ja, kunnen we? Ja. Ja, man. It's your boy Dion Massey hier. Feno. En mijn oldschool homie Tomster. 10 jaar niet gezien, maar we zijn er weer. Shoutout naar iedereen. Shoutout naar Ref Think Goods. Maar wanneer ga je weer wat droppen, man? Hé, hey, dat zit er niet meer in, jongen. Dat zit er niet meer in. Maar, voor jou maak ik uitzondering. Ja, toch? Ja. Gaan we doen, man. New music coming soon. Right.